Afgelopen zaterdag presenteerde de koning van het lach André Pronk zijn carnavalsingle Prins van het Zuipen in Café De Mop. Ik heb het nog nooit mogen doen, maar vanavond mag ik het eindelijk een keer voor het eerst doen. André Pronk, kom even naar boven. Kom van die trap af, als je niet meer. Kom van de trap af. Dames en heren, jongens en meisjes, want we zijn toegekomen aan het meest officiële moment van de avond. Ja, en dat ik dat dan mag doen, dat vind ik fantastisch. Dames en heren, jongens en meisjes, want we hebben hier de eerste fysieke single. Prins van het Zuipen. Dames en heren, mag ik even de dame de applaus voor het eerste exemplaar van Prins van het Zuipen. Van iemand binnen dan André Pro. En dames en heren, waarom vind ik het nou zo bijzonder? Ik heb hem mogen inzingen, het liedje. Daarna heeft hij het overnieuw gezongen, want hij vond het zo slecht. Hij zegt, ik kan het veel beter. Dus dames en heren, geef hem nog één keer applaus. De prins van het Zuipen, André Pronk! Veel succes, hè? Veel succes. Naast André traden ook Henk Dame, Alex Kamme, Hans Snoek, Jim Mulder en vele anderen op tot in de late uurtjes. En eigenlijk heel veel artiesten hebben leren kennen. Eigenlijk ik als entertainer, de mensen zeggen wel, als vind je nou dat je zanger bent? Ik vind niet dat ik zanger ben. Ik ben een entertainer, de boel van maken. Maar soms, dat wil ik ook even kwijt. Soms kun je als entertainer meer bereiken dan als je echt heel goed kan zingen. Want dat heb ik wel eens bereikt. Ik ben begonnen als klein jongetje, als piratenzender. 5 keer uit de lucht gehaald. Ik moest bijna de bak in. Toen dacht ik, weet je, ik kies voor eieren voor mijn geld. Dus ik ben ermee gestopt en toen ben ik talentenjacht gaan doen in de Rotterdam en omgeving. En toen zeiden ze, André, je kan echt niet zingen, maar je entertainer. Daarom ga ik ook door en ik zal voorlopig nog niet stoppen. Het laatste liedje van mij, en dat is deze. Welke? Kies maar wat. Ik heb de hele dag je man. Oelala. Thank you.